Onze opa's, onze voorvaders richtten coöperaties op en gingen voor het eerst aardappels telen, gingen voor het eerst suikerbieten telen. Ook zij deden dingen voor het eerst. Dus waarom wij niet? Piet Hermes, 54 jaar. Ik heb een akkerbouwbedrijf in Zevenbergshoek. Bieten, uien, aardappelen, tarwe, graszaad, winterpeen. Ook een akkerrandje, faunarandje. En we gaan beginnen met agroforestry experiment. Stikstof, klimaat, koolstof, biodiversiteit. Planetary boundaries. Dus Louise Vet, zeg maar, van hedendaags telt de plant biodiversiteit. Ga eens experimenteren. Oké. Dan denk je bij agroforestry aan biologische landbouw. Maar 90% van de boeren is gangbaar. Die moet misschien ook gaan experimenteren voor biodiversiteit. Ik heb hier een perceel in een open polder, klei. Dus het moet ook een open polder blijven. Het moet ook een open karakter houden. Het moet ook, wat je gaat doen moet passen in je landschap. Het moet kloppen. Ik heb dus ook rijen op 40 meter afstand. De ene rij, willig, 40 meter niks. Hazelaar, 40 meter niks. Hazelaar, 40 meter niks. Willig. En aan de buitenkant wat grasranden en sloot. Waarom 40 meter? Ja, ik moet er wel met mijn spuit tussendoor kunnen rijden. En met mijn kunstmestrooier. Oh ja, hij is gangbaar. Dus je hebt nog steeds je gewone, normale landbouwbedrijf. Ik heb geen verwachtingen, maar gaandeweg werd ik wel enthousiaster. Ik ben ook bezig. Het is buiten wat je altijd al deed. Dat is wel eens goed. Iets bijvoorbeeld afwijzen omdat je het niet kent, dat is ontzettend ouderwets. In feite doe ik niks anders dan toen ik vlak van school kwam, alleen 3 decennia later. En Piet die gaat op zijn relatieve oude dag weer experimenteren. Maar dat deed ik vroeger ook al. Het gaat om het maatschappelijk gesprek. En daar wij als boeren zijn toevalligerwijs met bosbouwers de enige die toevallig CO2 kunnen binden. Dus we zien niet alleen probleem, maar ook probleemoplosser. Wij hebben het beste maatschappelijke verhaal als boeren. Maar ik wil wel een partnership. Een sociaal contract, zoals Jean-Jacques Rousseau zei. Met de samenleving. Ik heb er wel lol in. Het is rustgevend. Weet je dat Martin Luther zei, als de wereld morgen vergaat, zou ik vandaag 1 boom planten. Want bomen brengen leven. En brengen hoop. Daar ben ik mee bezig. Bomen planten. Hoop voor de maatschappij.